Welkom bij het Rode Kruis afdeling Doesburg en omstreken. Op 17 juli 2020 bestond onze afdeling 150 jaar. Daar hadden we feestelijke plannen voor. Om te beginnen een gezonde wandeling, hier vanuit het mooie instructielokaal, langs allerlei voor het Rode Kruis historische gebouwen, om te eindigen met de voormalige havenloods, nu geheten Log 17. Daar zouden we onder genot van een hapje en een drankje een film bekijken, het hoogtepunt van de dag. Voor deze film hadden we subsidie gevraagd en aangekregen van de gemeente Doesburg. De uitvoering hadden we in de deskundige handen gelegd van Maarten Linder van Livipro en Henk Eijma namens het Huis Doesburg. Helaas, corona kwam ertussen. De festiviteit kon niet doorgaan. We hebben nog wel even overwogen om het door te schrijven naar volgend jaar, maar gezien de vele onzekerheden hebben we daar uiteindelijk maar van afgezien. Jammer, maar zoals bekend gezegd, tweede luid, gelukkig hebben we de film nog. Ze zijn uitermate veel dank verschuldigd aan de makers van de film, Henk Eijma en Maarten Linder. Ook de gemeente Doesburg voor haar subsidie. En niet te vergeten, de Brandse Stichting, waar we altijd een trouw beroep op konden doen. Ik wens u veel kijkplezier.